Jelle Betten in baan 1 voor deze NPC, baan 2 voor de Bommelbaanse Nietse Berends, baan 3 voor PSV Marjan Knipping, baan 4 voor de Vlaamse Renfederatie Marco van Lukkenen, baan 5 voor PSV Frank de Rovers, baan 6 voor Morgen Roland Kane, baan 7 wereldrecordhouder in categorie S14 voor Haarlem Mark Evers en baan 5 voor de Branden Nico Kamphuis. Maar dat is toch bijna een seconde onder de tussentijd van het wereldrecord dat hij in handen heeft. 2:09.74 is de wereldrecordtijd die gezwommen moet worden om dat nieuwe wereldrecord op zijn naam te schrijven. Maar aan de leiding in baan nummer 4 in Marco van Lukkenen. Zijn inschrijftijd ligt dicht bij het Belgisch record in 57:06. Het Belgisch record op de 200 meter in de wisselslag. En hier van Lukkenen en Arjan Knipping in gevecht. Dus Knipping die als eerste weer naar de schoolslag 1:32.63 op 1:33.19. Van Grover staat er dicht bij 1:33.67 voor Grovers. Op naar de laatste 25 meter in deze afstand, 200 meter de wisselslag. Van Grovers, Nederlandse recordhouder, 17 jaar. De eerste tijd is voor Van Lukkenen, 2:01.45. De tweede tijd is voor Frank Rovers, 2:01.76. En de derde tijd is voor Arjan Knipping, 2:01.83. Even naar de tijd van Mark Evers, dat is 2:09.48. Hij heeft goed geswommen, hij zit eronder. Dames en heren, een nieuw wereldrecord voor Mark!